als ik denk Nederland-België, dan denk ik aan een voetbalwedstrijd Nederland-België. Dan denk ik gewoon aan de voetbalderby. Dat is gewoon mijn eerste associatie. Als we met één land een bepaalde gespannen verhouding hebben, een sportieve, een wedstrijdelement, is het Nederland. Duitsland is neutraler, Italië is gewoon pasta, maar Nederland, daar hebben we iets mee te beleven. Daar moeten we iets proberen goed te maken of wat dan ook. Daar is een spanning, dus een derby. Ja. Dat gevoel wat jullie ten opzichte van Nederland hebben, Nederlanders, van dat je wil bewijzen of ja, een soort spanning voelt, dat hebben wij niet ten opzichte van de Belgen. Want voor ons bestaan jullie eigenlijk helemaal niet. Daarom ben ik ook in 1830 uit mijn kerk zijn gegaan met een zeer goede reden. En ik denk met die design derby dat we eigenlijk wel kunnen bewijzen dat we evenwaardig zijn, ja. Ja, ja. De afschaffing van de gilde aan het einde van de 18e eeuw had gevolgen voor het onderwijs. En het heel belangrijk van het opheffen van de gilde was natuurlijk dat het gildesysteem ook verbonden was aan het marktsysteem. Dus dat er de gilde produceerde voor een specifieke opdracht. Terwijl de fabrieken produceren voor een anonieme markt. En dat is natuurlijk een totaal andere manier van produceren en aan de markt brengen. Het heeft enorm veel gevolgen voor wat je maakt. Willem I heeft enerzijds België enorm gestimuleerd, de economie nog sterker opgepept. Napoleon had daar al flink zijn best voor gedaan. Willem I doet er nog een schepje bovenop, maar één keer van Willem I bevrijd in 1830, blijven die fabrieken op volle toer draaien en gaan die meer en meer gaan produceren. De andere zijde van de medaille is dat Willem I de grenzen afsluit voor Belgische fabrieken. En zo kan bijvoorbeeld een fabriek van Ergoe ontstaan. In Maastricht. Nederland gaat voor zijn eigen tafelgerij en metaal moeten gaan zorgen. Al in de 18e en zeker in de 19e eeuw ontstaat er een behoefte aan steeds meer spullen. En die behoefte stimuleert de industrialisatie. En het is dus niet andersom dat de industrialisatie stimuleert dat mensen meer gaan kopen. Ze willen er ook veel meer voor werken. En een ander woord voor dat proces is ook de industrious revolution. Dus de revolutie van de vlijt. En je ziet dat mensen gewoon harder gaan werken. Meer gaan werken. Kinderen gaan werken. Vrouwen gaan werken. Mensen gaan allemaal werken om meer geld te krijgen om al die producten te kunnen kopen. Als we samen aantreden in Londen 1851, de eerste grote wereldtentoonstelling, dan komen we daar met talloze, honderden producten, vele maal meer dan Nederland. Maar wat tonen wij? Ook gewoon grondstoffen. Stukken vlas, stukjes katoen, steenkooltjes lagen. Heel vreemd, een hoopje steenkool lag daar op de wereldtentoonstelling. Londen 1851, om te zeggen, België is een nijver, industrieel land. En dan is er kritiek, zowel op Nederland als op België, in de zin van wat daar staat is qua vormgeving, is qua beeldentaal toch echt minderwaardig. Er zijn te veel ornamenten, te veel krullen. Dit kan niet, dit is oudbollig. En zeggen ons onderwijs, ons vakonderwijs, kunstonderwijs, designonderwijs, avant la lettre, moet naar een hoger niveau getrokken worden. Je had in dat onderwijs dus het gevolg van die wereldtentoonstellingen en de onvrede die dat opriep. Maar je had ook de onvrede die werd opgeroepen door meer uit de arts and crafts beweging en de mensen van de neogotiek bijvoorbeeld. Die hadden een andere onvrede, want die vonden juist dat het vakmanschap achteruit ging. Dat leidt tot een kunstnijverheidsonderwijs, wat dan echt kunstnijverheidsonderwijs werd genoemd zo rond 1900, wat vreemd genoeg, zeker in Nederland, toch wel heel erg richting dat ambachtelijke ging en niet direct richting het wat je dan nu het designonderwijs zou noemen.
Wie is er dan in België mee bezig met kwaliteitsonderwijs? Henri van de Velde. Hij probeert dat idee te verkopen, ook aan de Belgische staat, maar hij lukt daar niet in. Hij krijgt enorm veel kritiek, en dat is eigenlijk het grappige ook aan die tentoonstelling, van Berlage. Hij maakt de tentoonstelling hier in Nederland en hij wordt door Berlage afgekraakt, afgebrand tot diep onder de grond. Van de Velde is daar zeer misnoegd over. Hij krijgt ook in Parijs niet mee en hij vertrekt naar Duitsland. En dan zou je kunnen afvragen, wat als, een thema dat nu heel sterk leeft, wat als we nog samen waren, wat als Van de Velde wel in België was gebleven, wel zijn designschool had kunnen maken, dat wij in België misschien een Bauhaus gehad. Berlage was altijd heel erg op het rationele en op het eenvoudige en op de volksaard en gebruik maken van eikenhout omdat dat uit Nederland komt en gebruik maken van klei die bij ons in de buurt gevonden wordt. Van de Eerste Wereldoorlog, dat is echt een interessant verhaal, omdat je natuurlijk moet realiseren dat Nederland neutraal was in die oorlog en België daar juist helemaal middenin zat. En dat had tot gevolg dat het hele land plat lag. Er kon gewoon helemaal niks gebeuren in die periode. Terwijl Nederland juist op een bepaalde manier flink heeft geprofiteerd van die situatie. De Nederlandse industrie bestond toen helemaal nog niet. Wat er gemaakt werd, werd ingevoerd of werd op kleinschalige manier in eigen land gemaakt. En door die Eerste Wereldoorlog werd Nederland gestimuleerd om heel veel dingen dan toch maar zelf ter hand te nemen. Een heel belangrijk gevolg van de Eerste Wereldoorlog was bijvoorbeeld dat belangrijke figuren als Piet Mondriaan, die toen al wel in Parijs woonde, maar juist toen terug was in Nederland, de rest van de jaren in Nederland is gebleven. Dus dat de hele ontwikkeling van de stijl heeft natuurlijk ook alles te maken met de Eerste Wereldoorlog. Nou, en dat is ook van cruciaal belang geweest voor de ontwikkeling van de vormgeving daarna. En in België is het alledaagse gebruiksgoed nog vaak gewoontjes qua vormgeving. We gaan alle energie gaan steken in heel fraai zilver, heel fraai tafelgerei, mooie luxueuze meubels, belegd met de beste houtsoorten, exotisme zo exclusief mogelijk. En onze art déco is eigenlijk belangrijker, dus echt een heel decoratieve Parijse stijl, is bijna belangrijker in omvang en moeite die erin gaat dan wel ons modernisme. Terwijl als je naar Nederland kijkt, modernisme, een Rietveld, een fabriek als Gispen, in een hele grote oplage, allemaal schitterende meubels. Wij hebben in Gent één klein fabriekje gehad, van IJsselink. Die man heeft het opgestart, heeft zijn eigen meubeltjes die hij thuis had ontworpen, proberen te produceren. Binnen de 2 jaar was hij compleet failliet. België is een industrieland, maar Nederland is een handelsland. En pas in 1950, 1960 komt de Nederlandse industrie op, ook de maakindustrie van consumentengoederen. Maar dat is dan feitelijk in eind jaren 70, begin jaren 80, is dat ook alweer afgelopen. Want dan sluiten de fabrieken weer, want dan is Nederland veel te duur. En dan wordt de productie overgenomen door landen waar mensen betaalbaarder zijn. Nu 1 keer 45 en iedereen bevrijd is, gaat het heel snel. Ook België, net als Nederland, we komen er heel snel bovenop. En we gaan eigenlijk naar een stijl die internationaal kan genoemd worden. En daar zijn onze producten, onze ontwerpen, onze meubels zeer gelijkaardig. Vanaf 47, 48 ja, gingen beide landen eigenlijk helemaal los met het opnieuw produceren van alle mogelijke nieuwe producten die nodig waren voor alle huizen die opnieuw ingericht moesten worden. Het Mepal uit Nederland en het Tupperware uit België is zeer gelijk van vormgeving. De kleuren zijn iets anders, heeft met smaak te maken of nationaliteit, wat dan ook. Maar daar zijn de ontwerpen en de vormgeving op sommige momenten onderling verwisselbaar. Met één groot verschil, design wordt in België in de jaren 60 zeker nog nauwelijks erkend door de overheid. Al in de jaren 70 is Dutch design als merknaam gemunt en
op dat moment zijn er een aantal grote tentoonstellingen geweest die door de hele wereld hebben gereisd met Dutch Design ontwerpen ook. Ontwerpen voor de openbare ruimte bijvoorbeeld heel erg. Voor postzegels, de brievenbussen, de logo's, het grafisch ontwerp van Nederland. Waar Nederland natuurlijk goed in is, altijd. En in België zie je maar pas dat een... Dan zit je toch in die late jaren 70, late jaren 80 voor een besef. De vormgeving van de publieke ruimte. Vuilingsbakjes, wachtlokalen, wat dan ook, de spoorwegen. Affiches, duurt het tot de jaren 80 voor wij beseffen, dit is ook belangrijk. Niet enkel ons interieur, ons salon, ons stoeltje moet fraai zijn, goed zitten, maar ook een vuilnisbakje dat buiten op de straat staat. Waarom zou je altijd moeten functionele producten moeten ontwerpen? Waarom moet je altijd saaie, strakke, witte, rechthoekige kasten maken? Waarom moet het allemaal zo strak en eenvoudig zijn? Doe maar eens gek, maak er maar eens een grap van. Er waren natuurlijk veel van die droogdesign dingen. Ze hebben natuurlijk een hele belangrijke knipoog of een ironische ondertoon. En voor ons vanuit België zeer Nederlands. In de zin van een beetje luidruchtig, een beetje anders, tegendraad. We waren ook tegendraad, maar subtieler. Laten we zeggen dat eigenlijk het eerste postmodernistische meubel in Europa tout court in België is gemaakt in 1975. Daar is nooit veel tamtam rondgemaakt, nooit veel blabla. Wij doen het altijd een beetje onderuit, stilletjes aan. En wij moeten wachten tot eigenlijk een figuur als Maarten van Severen wordt opgepikt door de buitenlandse pers, door het buitenlandse producenten Vitra, om hem eigenlijk op een piedestal te zetten. En hem ook letterlijk als designer een gezicht te geven. Hij is eigenlijk de eerste designer, dan zitten we midden jaren 90, waarvan we een plaatje kennen, een foto. Nu zijn we weer in de situatie gekomen dat ontwerpers zich heel erg bewust zijn van alle problemen op het gebied van het milieu en de grondstoffen en de maatschappij enzovoort. En dat zij denken met hun creatieve vermogens oplossingen te kunnen bieden aan dat soort problemen. Dus nu houden wij gelijk het tred. Wij maken design die soms onderling verwisselbaar is, maar ook zeer eigen. Maar op de internationale markt zijn we even sterk. En wij hopen eigenlijk met die tentoonstelling, zowel Minke als ik, dat wij die kwaliteiten kunnen tonen van Nederlands en Belgisch design. Ook de verschillen laten zoeken, maar ook dat we hopen dat op het einde van de rit men zegt van ja, kijk, dit is alle twee zo interessant, dat Belgisch en dat Nederlandse verhaal, dat daar, ja, laten we die spanning die in een voetbalwedstrijd, in een derby heerst, laten we die maar vergeten, laten we samen spelen. Het hele grote verschil is dat Nederland hun kwaliteiten harder en luider van de daken roept. We hebben ook een stijl die minder een nationaliteit uitdraagt, of minder, waarvan het minder te zien is, dit is echt, wel echt van België. Ja. Een droogdesign is toch wel iets aparter, harder, ja, specialer, ja, gewoner. Ja, ik vind droogdesign wel heel erg met de Nederlandse mentaliteit, ja, samenhangen, hoor. Hard roepen, luide grappen maken, provoceren. Ja. Ook een hardere humor. Hardere humor, ja. Met een luidere lach en wij gaan eerder gniffelen of minzaam lachen. Ja. Minzaam is zo een beetje het woord dat eigenlijk Belgisch zou kunnen zijn, ja. Ja. Kortom, hier zit Nederland, hier zit België.